Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Mario Kart 8 150cc Gold Race. Of Gold Cup, of Gold Road, of iets met gold. We gaan vandaag de Moon Cup doen. En daar zit Berlin Byways in, dat is de eerste die we gaan doen. Ben ik het minst geïnteresseerd in, als ik heel erg eerlijk ben. Want ik vind de Mario Kart Tour vind ik nooit zo interessant, als ik heel eerlijk ben. Maar er is een originele track en ik hou van originele tracks. Net als Ninja Hideaway zit er hier een kersttrack in. Ook compleet origineel, dus dat is hartstikke leuk. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar eerst deze en hierna komt er een track die ik persoonlijk heel leuk vind. En waar ik van vind dat we eigenlijk nog te weinig, dat die te weinig geremaked is. Er zijn al eens tracks die zijn al 100 keer geremaked. Maar deze track die is nog niet eerder geremaked. En het is wel een track die ik erg leuk vind. Dus, Oh, je mag hier wel rijden blijkbaar. Oké. Ik ken deze hele track niet. Deze zat nog niet in Tour toen ik het speelde. Auw. Mis, kut. Sniping was niet erg goed. Oké. Dat wordt straks met deze, maar ook net als met die... Met die kersttrack, zeg maar, wordt het wel een dingetje dat ik dus niet weet waar het naartoe moet. Oh, kun je mooi wat tussendoor. Zo gaat het nog goed. Gelukkig. De Rijkstaart waar we nu langs rijden? Ik weet het niet zeker. Leuk liedje wel. Oh, dit is de Rijkstaart. Ik denk dat het voordeel misschien de Brandenburg Tor is, maar dat weet ik niet zeker. Oké, nice. Oh, yo, een twomp! Daardoor word je die twomp hielp mij met het ontwijken van het schildje, word je. Lekker twompie. Ik vind dit een levendige toerbaan. Toerbanen zijn meestal niet zo levendig als deze, maar ik vind deze erg levendig. Daar hou ik natuurlijk van. Nou, de eerste win is alweer binnen. Dan hebben we de tourbaan weer gehad. Dan gaan we nu naar Peach Gardens. En een landje die ik erg leuk vind. Van Mario Kart DS, als ik het goed heb. Heel veel gespeeld. Misschien trouwens dat die ooit geremaked is op de Wii. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Volgens mij is het de eerste remake van Peach Gardens. Ik vind dit echt een vette track. Komt ook omdat ik Mario Kart DS heel erg goed kon waarderen. Ja. Ze hebben wel wat veranderd volgens mij. Want volgens mij was die bocht die ik net deed echt heel kut eerst. Ja, er zijn wel wat dingen veranderd in Peach Gardens. Of was het deze bocht die zo kut was? Nee. Ze hebben de kutte bocht hebben ze eruit gehaald. De originele kutte bocht. Hier waren mols hopen, weet ik nog. Oh, die zijn er nog steeds. Leuk. Hier kon je eerst altijd helemaal omheen rijden. Dat weet ik ook nog. Ik ging net aan goed. Jammer dat ze die ene lastige bocht eruit hebben gehaald. Dan had je altijd best wel grote kans dat je per ongeluk tegen een hechtje aanreed. Dat is niet meer. Oh, kijk. Dit ging maar net goed, hè. Ja,
Kut. Ik hoopte zo op een perfect race dat ik alles had kunnen ontwijken, maar helaas. Huh? Oh, we moeten naar links? What the fuck gebeurt hier? Waarom hebben ze dit veranderd? Holy what the guacamole! Hoezo is het opeens anders? What? Het maakt het wel leuk, maar heel onverwacht. Wow, bijna tegen de hand van Luigi aan. Oh, ik had verwacht dat ik naar beneden zou flikkeren. Dat valt dan gelukkig wel mee. Nu snap ik ook misschien wel waarom ze die moeilijke bocht eruit hebben gehaald. Omdat het op de terug misschien nog wel kutter zou zijn. Wajo. Durven ze dat zomaar aan te pakken? Te passen. Oké, okay. Let's go. What the fuck? Oké, baan 3. De originele, gloednieuwe baan, Merry Mountain. De kerstbaan past wel een beetje bij de vibe waar we nu in zitten. Bellen, niemand mag jou. Zeker niet als dit gebeurt. Zijn er mensen die het vet vinden dat Isabelle is toegevoegd aan Mario Kart? Ja, zouden ze wel. Over uit. Pauze, waar de fuck kom jij nou weer vandaan? Niks om die bitch mee kapot te maken. Dan rijden dat eens twee voor me. What the fuck, Roonies. Oké. Leuke baan, eerlijk gezegd. Erg leuke baan. Ja, topbaan. Leuk dat ze weer een originele erin hebben gedaan. En dan gaan we nu naar Rainbow Road van de 3DS. Een hele vette Rainbow Road is dit volgens mij. Ik moet even kijken of ik niet dat ik dingen zeg die misschien niet kloppen. Dus dat ga ik zo meteen even zien. Is dit die ene die ik zo vet vind? Rij je niet over? Ja, deze is heel vet. Dat je ook over die meteorieten en over die planeten heen rijdt. Heel vet. En kijk dan naar de grond hoe mooi dit is. Holy shit. Ja, vet. Ik hou van Rainbow Roads.
Kijk uit! Oeps. Yo. Wibbly wobbly? Oh ja, dit is maar met gewoon één lange baan is dit. Ja, dat was ook zo. Kijk. We hebben de versnelling. De split screen. Niks. Zit in de laatste stukje, niet eens de laatste ronde, want het is geen ronde. Dit is jammer, zonder bescherming de laatste bocht ingaan. Dus net als bij hoe de vorige aflevering eindigde, maar nu eindig ik wel als eerste en dat is heel fijn. Ja boys, dit was de Moon Cup. 100% goed gedaan, 3 sterren. Heel fijn. Het is ons gelukt. Dat betekent dat dit alweer wave 3 was. En dat we weer 10 maanden moeten wachten tot wave 4. En dan hopen we dat eindelijk Wario Colosseum erin zit. We gaan het er elke aflevering over hebben. Bedankt voor het kijken van de Moon Cup. Tot de volgende keer. Adios, amigos.